Welkom bij HomeWizard. In deze video laten we je zien hoe je een PE-meter installeert. Dit zijn de stappen. Het installeren van je PE-meter op je slimme meter, de compatibiliteit van je slimme meter controleren en het verbinden met je wifi-netwerk. Houd hiervoor je wifi-wachtwoord bij de hand. Installeer de HomeWizard Energy app en volg de stappen om een account aan te maken. Selecteer de PE-meter in de app voor de installatie. Klik de PE-meter in de PE-poort van je slimme meter. De locatie hiervan verschilt per slimme meter. Indien de SMR-versie van je slimme meter 5 of hoger is, kun je de PE-meter gebruiken zonder USB-adapter. Als het lampje wit brandt, is hij correct aangesloten. Om koppenmodus te starten, houden we de knop ingedrukt totdat deze blauw wordt. Je kunt nu je telefoon verbinden met de PE-meter. Selecteer jouw wifi-netwerk en vul het wachtwoord in. De PE-meter gaat nu verbinden met je eigen wifi-netwerk. Zodra je PE-meter groen wordt, is deze correct verbonden met je slimme meter en met je wifi-netwerk. De PE-meter begint nu met het registreren van jouw energiegebruik. Wil je meer weten over de HomeWizard PE-meter? Ga dan naar www.homewizard.nl.